Ja, kijk. Nou, goedenavond. Allereerst is 50 jaar op zichzelf helemaal geen verdienste, want als je maar doorleeft en lid blijft, dan kom je er vanzelf. Ja. 1970 tot 1980, dus dat is een hele tijd geleden alweer. Met hoeveel personen zat u toen met de PvdA in de raad? Nou, op een gegeven ogenblik met 17. Maar dat was niet alleen Partij van de Arbeid, dat was PAK. Dat was een combinatie van Partij van de Arbeid, PSP, D66 en PPR. Dat was voor 4 jaar toen. Dat was in die tijd van allerlei vernieuwingen. Maar 17 mensen, dat is heel wat anders dan 2 nu. Ja, dat is zo, helaas. Helaas is dat zo. Ik kan het niet ontkennen. Politiek was minder hard, denk ik. Het werk was minder ingewikkeld. Maar de raad was veel minder verdeeld. Er waren 5 partijen in de raad en dat was het. En dus dat maakte ook dat je veel overzichtelijker en veel concreter met elkaar kon werken. Hoewel het heel democratisch lijkt, al die kleine splinterpartijtjes, denk ik dat het niet de democratie ten goede komt. En bovendien vind ik ook dat mensen die zich afsplitsen van een partij, vind ik echt principieel, die horen die zetel terug te geven en uit de raad te gaan. Dat gaat er alleen om als ze met voorkeursstemmen in de raad gekomen zijn. Dan geldt dat. Dan zijn ze zelf persoonlijk gekozen. Anders zijn ze op het programma van de partij gekozen. Maar u zou liever zien dat als iemand het weg wil, dat hij dan maar weg moet gaan en uit de politiek. Ja, of proberen op eigen kracht later weer terug te komen. Maar ik vind het zetelroof. Ja. Maar ik denk dat een raadslid in elk geval heel veel meer tijd erin moet stoppen. Voor mij was het ook toen de tijd een hele baan. Maar dat kwam ook omdat ik mijn geld er niet mee hoefde te verdienen. Dus alles wat extra was, dat nam ik op me. Opdat mijn fractiegenoten daar geen vrij voor hoefden te nemen. Dus ik had er een volledige baan, maar heb het ook niet langer dan 10 jaar volgehouden. En ik heb grote bewondering voor de mensen die dit doen naast een baan.